Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u allen hartelijk welkom heten in deze eredienst. Vanuit de grote kerk groeten we hen die thuis of elders ook met ons meeluisteren. Ook de gasten in ons midden van harte welkom. Onze wijkpredikant, dominee Van Maurik, zal vanavond het woord van God bedienen. Als aanvangslied zingen we nu de eerste berijming van de 12 artikelen, versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen straks met elkaar een gedeelte lezen uit de profetieën van Joël. En dat heeft te maken met het feit dat we straks een preekbespreking hebben. En die is speciaal voor mensen die meedoen met de Bijbelkringen. Waar een boekje besproken wordt over de profeten Joël en Habakkuk. Maar u bent natuurlijk allemaal uitgenodigd om bij die preekbespreking te zijn. In ieder geval, het is heel mooi dat in de lofzang van Zacharias gesproken wordt over de wijze mond van de profeten. Wat de profeten tegen de vaderen gezegd hebben. En Zacharias noemt ook zijn zoon, die geboren is, noemt hij ook een profeet. Die mag een voorloper zijn van de Heer Jezus die komen zal. En daarom zingen we nu de lofzang van Zacharias, vers 1, 2 en 3. Dat zingen we meestal in de adventstijd, maar vanwege het feit dat hier over de profeten gezongen wordt, leek het me goed om dat ook nu vandaag, vanavond, te zingen. Dus de drie eerste coupletten van de lofzang van Zacharias. Thank you.
Zojuist hebben we met elkaar de geloofsbelijdenis gezongen. We mogen ook nu belijden en mee uitspreken in ons hart. En na de belijdenis van het geloof zingen we met elkaar Psalm 143 en daarvan vers 2 en ook vers 11. Psalm 143, vers 2 en ook vers 11. En ieder belijde dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald in de hel. Maar ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Een van uw dienaren heeft gezegd dat wij acht mogen geven op dat profetische woord, wat schijnt als een licht in de duisternis. En zo mogen wij ook vanavond luisteren naar de profetische woorden van Joël. Hij heeft ooit gesproken met zijn wijze mond, aangeraakt door u. En zo mocht hij woorden doorgeven die voor die tijd belangrijk waren, maar ook voor ons. Want die profetische woorden hebben niet alleen maar kracht voor die tijd, maar ook kracht voor deze tijd.
En dat zijn het aangrijpende woorden die Joël te berde brengt. Het gaat over het gericht, over het oordeel, over die vierschaar waar ieder voor moet verschijnen. Het volk Israël, maar wij ook als gemeente. Niemand zal dat oordeel ontlopen. En wie zal dan rechtvaardig zijn voor uw gezicht? Niemand. En Heere, geef dat we dan ook met vreugde mogen zingen en ook mogen weten dat er gelukkig, ook door diezelfde profeten van de oude bedeling, gesproken is over dat kind, de Messias, die komen zou. Zacharias was er vervuld van en blij over, dat u zo ook dacht aan uw verbond en dat u dat kind gegeven hebt. En waar zijn kind weer de voorloper van mocht zijn en profetisch mocht spreken over Jezus die meer is dan hij, van wie hij niet waardig was om de schoenriem te ontbinden. En zo mocht hij heen wijzen naar het lam van u, wat u geschonken hebt. En wie er volkomen verzoening is. En door hem alleen kunnen wij door het oordeel heen komen. Mogen we weten dat we in dat gericht vrijgesproken worden. Omdat hij erin is ondergegaan. En Heer, daarom danken we u dat we zo ook naar die woorden van u mogen luisteren. Ontdekkend, ontmaskerend, maar tegelijkertijd ook heenwijzend naar hem in wie gij heil hebt aangebracht, verzoening hebt teweeggebracht. En we bidden van u, wilt u dan zo ons ook vanavond nabij zijn als wij lezen in Joël, in de profetieën die toen geklonken hebben. Geef dat ze bij ons binnen mogen komen, dat ze ons wakker mogen schudden. Want Heer, we kunnen soms zo in slaap gevallen zijn, geestelijk. Dat we die ontdekkende woorden van u niet meer horen. Er ook niet meer van ophoren. Het is allemaal zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Maar geef dat wij door uw Heilige Geest wakker geschud worden. En dat we mogen ontwaken. En dat we mogen belijden wie we zijn. Maar ook mogen belijden wie Jezus is. Voor ons wil zijn. Wilt u daarom met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Het is toch die Geest die van u de Vader en de Zoon uitgaat en die dat bij ons teweeg wil brengen. Dat wij ontdekt worden aan onszelf en dat de schijnwerper gericht mag worden op hem in wie gij verzoening hebt gegeven. Geef dat uw geest zo krachtig mag werken onder ons. En daarom danken we u dat we hier in deze werkplaats van uw geest mogen zijn. Hier wordt wat werk verzet. Op deze rustdag. U bent rusteloos bezig om mensen in te winnen voor uw koninkrijk. Om mensen te werven voor koning Jezus. En Heer, geef dat wij ons mogen laten inwinnen. En laten werven door u. En dat wij onderdaan mogen zijn en mogen worden van u. En dat we daarom ook dankbaar mogen zijn voor de zondag. Voor deze dag waar we mogen zijn onder uw woord. En mogen zijn in deze werkplaats van uw Heilige Geest. Geef dat we hier niet te vergeefs zullen zijn. Of niet te vergeefs met deze dienst verbonden zullen zijn. Maar dat het zijn uitwerking mag hebben. En dat we zo mogen ervaren dat u in ons midden bent. Wees met ons in het spreken, in het luisteren. In al de dingen die in deze dienst zullen gebeuren. Alle die een taak hebben. De organist, de koster, de ouderling van dienst. De diakenen, de ouderlingen kerkrentmeester. Heer, geef dat wij met elkaar een gezegende dienst mogen hebben waar het mag gaan om de eer en de verheerlijking van uw naam alleen. En dat we uw gunst, uw genade mogen verhogen.
dat uiteindelijk deze dienst daarop mag uitlopen. En dat we zo onbevreesd die dag van het oordeel tegemoet mogen gaan. Omdat we de Heer Jezus mogen kennen. De grote voorbidden. De voorspraak aan uw rechterhand. Want dat mochten we belijden, dat u, Heer Jezus, dat u opgevaren bent ten hemel. En zit aan de rechterhand van uw Vader. En o zeker, u zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar we kunnen alleen maar door dat oordeel heen komen. Als we omhoog kijken. Als we het verwachten van hem. Van die grote voorbidder. Die in het oordeel geweest is. Opdat wij ervan vrijgesproken mogen worden. Zie ons aan in uw Zoon. En wees zo met ons. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de profetieën van Joël. En ik heb me voorgenomen om het eerste hoofdstuk te lezen, omdat dat toch eigenlijk best wel het thema aangeeft, ook van de andere profetieën, niet alleen maar van Joël, maar ook van Habakkuk, waar het heel vaak gaat over het oordeel. En daar gaat het ook vanavond over. Daar zijn die profeten heel vaak druk mee. Het oordeel wat komt, het oordeel wat God zal voltrekken. En dat geldt ook voor ons. Joël 1. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudste. Neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen en laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaard, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hen volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren, de dienaren van de Heere. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest. De nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst. Want de oogst op het veld is verloren, de wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heere uw God. En roep tot de Heere. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heere is nabij en hij zou komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken. Want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik. Want een vuur heeft verteerd de weide van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u. Want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden
van de woestijn verteert. Tot zover de lezing van deze woorden uit Joël. We willen in het bijzonder stilstaan bij wat we vinden in vers 15, het begin, en ook vers 19, het begin. Joël 1, vers 15, ach, die dag. Maar ook vers 19, tot u, Heere, roep ik. Ach, die dag, en tot u, Heere, roep ik. Nou, als je van de week je verjaardag gaat vieren, dan zeg je niet, ach, die dag. Nee, daar kijk je natuurlijk met heel veel verlangen naar uit, hè, wat je krijgt en wie er komt. En je verjaardag, dat is een mooie dag. Maar hier spreekt Joël over een dag van oordeel, waar hij van schrikt als die dag komt. En daarom, tot u, Heere, roep ik. Hij kan alleen maar verwachting hebben van die God van het verbond als die dag komt. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. En voordat we het met elkaar gaan doen, gaan we met elkaar nog zingen. Psalm 119. Daar zingen we ook over de gerichten die voltrokken kunnen worden en het oordeel wat God voltrekt. Psalm 119, vers 60 en ook vers 69. Psalm 119, vers 60 en ook vers 69.
Ach, die dag. Dat hoorden we zojuist uit de mond van Joël. Er zijn van die dagen die ons met schrik vervullen. 6 juni 1944. Die invasie op die stranden in Normandië. Wat een dag. Hoeveel soldaten zijn toen niet omgekomen? Wie wel eens in Normandië is geweest, die raakt onder de indruk van al die begraafplaatsen daarvan, zowel geallieerde soldaten als ook van Duitse soldaten. Ach, die dag. Of 6 augustus 1945, de atoombom die op Hiroshima gegooid werd. Wat zijn er toen ontzettend veel mensen omgekomen. Op één dag. Heel veel. Ach, die dag. Maar het kan ook in ons kleine persoonlijke leven zijn dat er een dag is waar je niet graag aan terugdenkt. Er zijn mensen die te maken hebben gehad met brand. Dat hun huis in brand vloog. Zomaar door iets, een lucifer of iets anders. Een enorme brand waar heel veel verbrand is. Persoonlijke herinneringen. Ach, die dag. Of die dag dat ongeluk plaatsvond en dat familielid overleed. Ach, die dag. Ja, er zijn zoveel dagen van onheil, dagen van rampspoed, dagen van een catastrofe, waar je van zegt, nou liever maar niet dat die dag herhaald wordt. Nou, Joël heeft het ook over een dag. Ach, die dag. Welke dag bedoelt Joël dan? Waar spreekt hij dan over? Joël, die profeet die in dat tweestammenrijk in Juda profeteert, zo ongeveer in de 5e eeuw voor Christus, met een prachtige naam, Joël, Yahweh, El, de Heer is God. Maar over welke dag spreekt Joël dan? Spreekt hij over een dag die geweest is? Of spreekt hij over een dag die nog komen zal? Allebei eigenlijk. Zowel het een als het ander. Een dag die er geweest is, maar ook een dag die komen zal. Ja, eerst die dag die komen zal. Joël die weet dat er eenmaal een dag der dagen zal zijn. De dag van de Heere, een oordeelsdag, die staat uit. Wij beleden het zojuist met de 12 artikelen dat Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, Joël wist nog niet van de wederkomst van Christus. Hij wist niet eens van de komst van Christus. Ja, wel dat hij de Messias verwachtte, maar die was nog niet gekomen. Maar hij weet wel dat er een dag zal komen, een dag van oordeel, dat God alle goddeloosheid aan de kaak zal stellen, al het onrecht vergolden zal worden, en die dag die komt. Schrikkelijk voor de heidenvolkeren, maar ook schrikkelijk voor het volk van Israël zelf. Die dag. Ach, die dag. Maar hij weet ook van een andere dag. Hij weet ook van een dag die er geweest is. Daar spreekt hij ook over. Want er is een dag dat er een enorme catastrofe zich heeft voltrokken in Israël. Een enorme sprinkhanenplaag heeft het land geteisterd. Jullie weten allemaal wel dat in Egypte er 10 plagen zijn geweest. En een van die plagen was dat het volk van Egypte geteisterd werd door de sprinkhanen die het hele land kaal gevreten hebben. Nou, zo'n plaag die toen over Egypte ging, is ook over Israël gegaan. Dat was een straf. Een straf van God. Vanwege een goddeloosheid. Vanwege een ongehoorzaamheid. Want God ziet niet alleen maar naar die goddeloosheid van de heidenvolken rondom Israël, maar hij ziet ook die goddeloosheid van zijn eigen volk. En daar torent de Heere God over. En vandaar die sprinkhanenplaag die zich daar voltrokken heeft in Israël. God die met zijn oordeel komt. En dat geldt ook nu. God ziet al dat onrecht. Hij ziet al die goddeloosheid. En niet alleen maar in de wereld,
om ons heen, ja, daar zou heel veel aangewezen kunnen worden. Maar hij ziet het ook bij ons als gemeente, bij mij en bij u en bij jou. En daar moet het oordeel overheen. We zullen eenmaal geplaatst worden voor de rechterstoel van Christus. En we moeten verantwoording afleggen vanwege al datgene wat niet was naar de wil van God. En dan moet God oordelen. Dan moet hij straffen. En Joël denkt terug aan die dag. Die verschrikkelijke sprinkhanenplaag die zich daar voltrokken heeft. Hij noemt dan 4 soorten sprinkhanen. Een jonge sprinkhaan, een veldsprinkhaan, een treksprinkhaan, een zwermsprinkhaan. Ja, die zijn achter elkaar gekomen. Of het is misschien eenzelfde geweest met andere namen. Maar in ieder geval, het hele land is kaal gevreten. Geen enkel gewas was meer over. Zelfs de dieren leden eronder. Vers 20 wordt erover gesproken. Een enorme ramp die zich voltrok in Israël. Wanneer dat geweest is, is niet helemaal duidelijk. Of het lang geleden is of kort geleden. Dat weten we niet. Maar het moet, dat zegt Joël, het moet wel doorverteld worden. Het moet aan uw kinderen verteld worden. En die kinderen moeten het weer aan hun kinderen vertellen. En die weer aan hun kinderen die zij krijgen. Het moet van generatie op generatie doorverteld worden. Datgene wat toen gebeurd is. Waarom dan? Waarom die herinnering aan die dag? Wij vinden toch het niet leuk als we herinnerd worden aan een dag van onheil. Maar waarom dan? Nou, daar zat achter dat generaties lang elke keer weer het besef zou moeten zijn dat God heilig is. Dat met hem niet valt te spotten. Je zondigt niet goedkoop. Daar volgt het oordeel op. Dat moet van generatie op generatie doorverteld worden. En daarom geldt het ook nu. Als wij het nu lezen, komt het naar ons toe. En ook wij moeten dat weer doorvertellen aan onze kinderen. En die kinderen weer aan hun kinderen, als ze die mogen ontvangen. In ieder geval dat wij te maken hebben met een heilig God. Dat wij eenmaal voor die rechterstoel van hem moeten verschijnen. En dat we verantwoording moeten afleggen voor datgene wat we gedaan hebben. Aan onrecht, aan goddeloosheid, aan zonde. Nou, en daar spreekt Joël over, en daar spreekt ook Habakuk over, en ook andere profeten. Toen we met elkaar stilstonden bij dat profetenboekje van Maleachi, merkten we ook dat Maleachi ook heel vaak sprak over dat oordeel. Maar in ieder geval moet er beseft worden, ook nu vandaag, ook vanavond, beseft worden wie God is. Een heilig God, een rechtvaardig God, een God die oordeelt. En waar wil dat ons dan brengen? Waar wil het ons dan brengen? Nou, dat merken we in dit hoofdstuk ook wel, en ook als we verder zouden lezen. De Heere God die wil door middel van zijn profeten, ook de profeet Joël, die wil zijn volk brengen tot verootmoediging. Wat is dat? Ootmoed, dat is dat je je hoogmoed laat varen en klein wordt voor God. Dat je je schuldig weet voor de Heilige. Klein weet voor die Almachtige. Dat je komt tot belijden van schuld. Dat je met die dichter van Psalm 143 inderdaad moet belijden. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw 4 dagen. Want niemand zal in dit gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daar moet het ons brengen. Daar moet het ons elke keer weer brengen. Tot verootmoediging. Dat we klein worden voor de Heer. En hoe was dat bij het volk Israël? Was dat ook inderdaad bij het volk Israël te vinden? Als daar die sprinkhanenplaag gekomen is, komen ze dan tot inkeer, tot berouw? Nou, was het maar waar. Was het maar waar. Want op 4 manieren geeft God aan, door middel van zijn dienstknecht Joël, wordt er aan schort bij dat volk. Ondanks die sprinkhanenplaag die zich voltrokken heeft, het lijkt wel of het volk helemaal
er niets mee doet. Want wat zegt Joël? En dan loop ik de versen 5 tot en met 14 wat langs. Wat zegt de profeet? Wel, in de versen 5 tot en met 7, daar zegt Joël allereerst: het lijkt wel als jullie als dronken lappen, als wijndrinkers, maar gewoon doorslapen. Alsof er niks aan de hand is, je roes aan het uitslapen bent. Dat je niet onder de indruk bent. Onder de indruk van datgene wat gebeurd is. Waar God jullie mee tot inkeer heeft willen brengen. Maar jullie slapen. En dat kan dus blijkbaar. Dat kan dus. Terwijl God ons wakker wil schudden, slapen we voort. Ook nu. Hoeveel mensen kunnen met ogen geopend toch nog slapen? En je hoort alles, maar je bent horende doof. En je wordt eigenlijk niet wakker. Je wordt niet wakker geschud. Je leeft je leven gewoon verder en het zegt je allemaal niks. Niet wakker vanwege dat oordeel wat eenmaal zal komen. En wat daar door die sprinkhaande plaag heel reëel gekomen is, maar ook eenmaal zal komen. Slapen. Niet voor niets wordt later in een van de brieven van Paulus ook gezegd: ontwaak, gij die slaapt. Wakker worden. Wakker worden vanwege dat oordeel wat God over ons leven kan voltrekken. Dat is het eerste. En het tweede is wat staat in de versen 8 tot en met 10. Daar wordt gesproken over een bruid die haar bruidegom verliest, sterft. En dan zou er verdriet moeten zijn. Ja toch? Als je iemand verliest, als een vrouw haar man verliest of een man zijn vrouw, dan is er toch verdriet. Maar Joël zegt, dat is er helemaal niet. Er is helemaal geen verdriet. Waarover is er dan geen verdriet? Wel, als er geen graan meer groeit, als er niets meer op het land groeit, als zelfs beesten eronder lijden, dan kan de offerdienst in de tempel niet doorgaan. En dat missen ze helemaal niet. Daar hebben ze helemaal geen verdriet over. Dat die dienst der verzoening niet door kan gaan. Nou ja, jammer dan. Dat is wat. Bij het volk Israël. Maar trek het dan naar onszelf toe. Zouden wij het missen? Zouden wij het missen als er niet meer gesproken wordt over de verzoening die er ligt in de Heer Jezus Christus? Als we niet meer zouden horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid? Als die niet meer gepredikt zou worden? Missen we dat dan ook? Dat zou toch erg zijn als we dat niet zouden missen? Het volk Israël is een waarschuwend voorbeeld. Zij konden gewoon verder gaan. Maar laten wij niet zo zijn. Maar dat wij het missen zouden als Christus niet meer verkondigd zou worden. Als dat ene volmaakte offer wat gebracht is, als dat niet meer gepredikt zou worden. Dat we er niet buiten kunnen. Met al onze schuld, met al ons tekort. Dat we zouden horen van dat lam. Dat lam wat de zonde der wereld wegdraagt. Het volk Israël als een waarschuwend voorbeeld. En dan in de versen 11 tot 12, daar wordt gezegd, als er nou geen tempeldienst meer is, dan is er toch ook geen vreugde meer. Als je niet meer naar de kerk kan gaan, dan is de blijdschap toch weg. Je zou het toch missen als je de zondagse eredienst niet meer had. Als je niet meer op zou kunnen gaan naar het huis van God, als je niet meer zou kunnen zingen, als je niet meer zou horen van het woord van het leven, dan zou je toch verdorren. Maar ze missen het blijkbaar niet. En kan dat in ons eigen leven ook niet een gevaar zijn? De Heer Jezus die schrijft een brief aan de gemeente van Laodicea. En tegen die gemeente van Laodicea moet hij zeggen: ja, jullie worden heet nog koud, jullie zijn lauw. Het raakt je niet meer. Je wordt er niet meer blij van. Je staat meer in vuur en vlam voor het heil wat er is in Christus Jezus.
Wat daar tegen het volk Israël gezegd wordt, zou ook tegen ons gezegd kunnen worden. Ontdekkend. Dat is het derde wat Joël moet zeggen. En dan als climax zegt hij in de versen 13 tot 14, maar als er dan nu geen offers meer gebracht kunnen worden, als die tempeldienst eindelijk niet meer door kan gaan, ja, laat er dan gevast worden. En dat is een teken dat er boete gedaan wordt, dat er verootmoediging is. Vasten had altijd te maken met verootmoediging. En dan zegt Joël, dan zegt hij, roep dan toch tot de Heere. Roep tot hem. Roep een vasten uit. Roep dan zo'n bijeenkomst bij elkaar. En verootmoedig je voor het aangezicht van de Heere. Dat is de climax van dat spreken van Joël. Roepen tot hem. Tot de God van het leven. En wanneer roep je iemand? Wanneer roep je iemand? Als je iemand nodig hebt. Als je moeder jou nodig heeft, dan roept ze jou bij je naam. En ben je gebeend als hij niet komt. Roepen, dat betekent iemand te hulp roepen. Wel zo God aanroepen. God te hulp roepen. In de nood van je bestaan. In de schuld tegenover hem. Roepen tot hem. Want gelukkig is diezelfde God die rechtvaardig is, ook barmhartig. Die God die heilig is, is ook genadig. En daarom staat er ook in de schrift, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En roep mij aan in de dag der benauwdheid, want ik zal u eruit helpen. Roepen. Roepen tot God. En dat vraagt God van zijn volk. Maar dat vraagt hij ook van ons. Roepen tot hem. Doet u dat? En jij? Zo tot de Heere roepen. Heere, wie ben ik tegenover u? Wat heb ik ervan gemaakt deze dag? Wat maak ik ervan elke week? Maar ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Roepen. De Heere aanroepen. Ik heb u nodig. In mijn ellende, in mijn schuld, in mijn tekort, roepen. En die roep die moet bij het volk Israël naar voren komen. Maar dan zien we ook dat die profetie een actualiteit heeft naar ons toe, want dat roepen moet er ook bij ons zijn. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom heeft dat nou zo'n hoge urgentie? Toen daar in Israël, maar ook bij ons. Waarom is dat zo belangrijk om te roepen tot God? Nou, gemeente, vanwege die dag. Vanwege die dag. Ach, die dag. Want die sprinkhanenplaag die zich daar voltrokken heeft in Israël is een voorbode van een andere dag. Van de grote dag. De dag die komt. De dag van het oordeel. De dag van de Heere. God zal eenmaal beslissend ingrijpen. Ja toch? Dat beleiden we toch? Met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Maar wie komt er dan door dat oordeel heen? Wie komt er doorheen? Als je geslapen hebt en je bent niet wakker geworden. Als je het lam niet gemist hebt. Als je lauw gebleven bent, als je niet geroepen hebt tot de Heere, waar blijf je dan? Waar blijf je dan in het oordeel? Dan moet je toch in dat oordeel omkomen, of niet? Joël zegt, berg je dan voor de verwoesting van de Almachtige. Dat is wat. Ja, wij denken altijd als we over God spreken dat God een God is van erbarmen en van genade. En dat is die ook. Maar ook dat andere. Er mag ook gesproken worden over de verwoesting van de Almachtige. God die al het kwaad aan de orde zal stellen. Al het onrecht naar voren zal brengen. Ja, maar zegt u, dominee, we zijn toch gedoopt? We zijn toch gedoopt in de naam van de drie enige God? Wij mogen toch kinderen van God zijn?
We zijn toch een gemeente naar zijn naam genoemd. We zijn toch christenen. En God is toch een God van liefde. Moet u ons nou bang maken voor dat oordeel? Dat hoeft toch niet? Maar gemeente, kunnen we ons daarachter verschuilen? Want Israël was toch ook Gods volk? Zeker. Het eigendom van de Heere. Hoe vaak heeft hij dat in de profetie ook niet laten klinken? U bent van mij. En ze waren besneden. Het mannelijk geslacht, maar daarin waren de vrouwen ook begrepen. Besneden. Ze hoorden bij God. Ze waren onderscheiden van de andere volkeren. Apart gezet, heilig. En dan toch die plaag. Die springhanenplaag die daar over Israël heen ging. En toch die dag. Ach, die dag. Dan kun je niet prat gaan op je besnijdenis. Dan kun je niet prat gaan op het feit dat je Gods volk bent. Want hoe kun je dan bestaan voor dat heilig aangezicht van God? Hoe komen we er als gemeente doorheen? Ook al zijn we gedoopt. Ook komen we elke zondag in de kerk. Wat is er nodig, gemeente? Wat is er nodig om door dat oordeel heen te mogen komen? Want we kunnen er doorheen, jazeker. Maar wat is er nodig? Wel, er is nodig dat roepen. Dat roepen tot de Heer. En weten, er is een God die tegelijkertijd rechtvaardig en barmhartig is. Zo roep ik hem aan. En wie hoor ik daar roepen? Wie hoor ik roepen? Ik hoor Joël roepen. Het ik van de profeet klinkt daar. Tot u, Heere, roep ik. De profeet die daar roept tot God. Hij heeft het volk ertoe opgeroepen. Roep de Heere aan. Maar nu doet hij het zelf. Hij roept tot de Heere. Hij is een voorbeeld voor het volk. Doe nou als ik. Roep de Heere aan. Ja, de Heere. Het zit al in zijn naam, hè? Joël. Yahweh is God, de Heere. De God van het verbond. Maar gemeente, als het over het verbond gaat. De Heere als God van het verbond. Dan zitten er altijd twee kanten aan het verbond. Aan de ene kant zijn de heerlijke beloften die bij het verbond horen. Belofte van trouw, belofte van genade, belofte van barmhartigheid, jazeker. Maar bij dat verbond hoort ook de verbondswraak. De dreiging die van dat verbond ook uitgaat. Wie niet leeft van die belofte, wie niet leeft van deze God van het verbond, die speelt met vuur. Want ook met een gedoopt voorhoofd kun je verloren gaan. Als je niet geleefd hebt uit datgene wat de Heere God zelf in zijn woord beloofd hebt. Als je de Heere niet aangeroepen hebt. Als je niet nodig gekregen hebt. Dan komt daar de bedreiging van het verbond. En daarom roepen tot deze God. En dat doet Joël. Roepen. En laten wij hem daarin navolgen. En dan onze schuld belijden. Heer, ik kan voor u niet bestaan. Er is zoveel in mijn leven wat niet deugt. Ook al ziet een ander dat niet. Weet u nog van verleden week toen het ging over die tempelreiniging. Al die verborgen zonden die openbaar komen. Wij kunnen voor God niet bestaan. Maar juist daarin, als we dat belijden, eerlijk, oprecht. Juist daarin mogen wij een beroep doen op die genade, op dat erbarmen wat er bij God is. Want zo is de Heer ook. Dat heeft hij laten zien, ook aan zijn volk. En kennen we hem zo? Kent u de Heer zo? Dat je tot je verwondering mag ontdekken in de schrift. Daar waar ik moet belijden schuldig te staan tegenover God. Waar ik vanuit mezelf niet door het oordeel heen kom. Mag ik toch een beroep doen, een klemmend beroep doen. Op datgene wat de God zelf beloofd heeft. Die belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik mag weten van genade. En genade, gratie,
Wie kreeg er gratie? Iemand die ter dood veroordeeld was. Die ontving dan gratie. Gratie krijg je op het schavot. Daar waar je het oordeel verdiend hebt. Daar mag genade verleend worden. En zo bidt Joël. Zo roept hij tot de Heere. Zo roept hij tot die God van het verbond. En zo doet hij dat voor. Hij is een voorbeeld. Maar tegelijkertijd is Joël ook een type van de grote voorbidder. Onze Heer Jezus Christus. Want wie is er aan de rechterhand van de Vader? Daar is er een die voor ons bidt. En die pleit. Die pleit op zijn volbrachte werk. Hij is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening. Ja, een verzoening voor al onze zonden. Want hij is in het oordeel geweest. Onze Heer Jezus Christus. Hij heeft dat oordeel gedragen. In de profetieën van Jesaja, Jesaja 53, daar wordt gesproken over die man van smarten, degene die komen zou. En daar wordt gesproken over de plaag van het volk is op hem geweest. Hij heeft het oordeel gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij heeft die straf gedragen. Plaatsvervangend. In mijn plaats. In uw plaats. In jouw plaats. En daarom is er genade. Voor mensen die het oordeel verdiend hebben. Genade. En dan kan Paulus in zijn brieven ook spreken over genade die roemt tegen het oordeel. Natuurlijk is daar het oordeel. En zeker, dat moeten we niet verdoezelen. Dat oordeel is er. Maar genade roemt er tegenin. Gelukkig, er is niet alleen maar het oordeel. Maar er is ook genade. Genade voor zondaren. En dan zegt Paulus in Romeinen 8. Wie is het dan die verdoemt? Wie kan me dan nog verdoemen? Wie kan me dan nog veroordelen? Dat zegt Paulus. Terwijl hij ook heel veel op zijn kerfstok heeft. Dat weet hij ook wel. Maar wie is het nou die mij verdoemt? En dan zegt hij, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En die ook aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons pleit. Die ook voor ons bidt. Bij hem moeten we zijn. Bij hem. En daar mocht Zacharias al van zingen. Ja, wat die profeten voorspeld hebben. Er zal er één komen. Op die troon van David. En hij is gekomen. En Johannes de Doper, zijn kind, mocht een voorloper zijn van die Messias die komen zal. Heerlijk dat daar van gesproken mag worden. Dat die profeten ook dat al voorspeld hebben. Eén zal er komen om dat oordeel te dragen. Zodat u door het oordeel heen komt. Ja. Ach, die dag. Ja, dan mogen we ook zeggen, o gelukkig, die dag die komt. Een dag van vreugde. Een dag dat Jezus wederkomt. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. U moet thuis artikel 37 van de Nederlandse geloofsleiders maar eens lezen. Dat is het artikel wat gaat over de wederkomst van Christus. En wat zegt dan artikel? Wij zien met groot verlangen uit naar die dag dat Jezus komt. Die dag. Niet ach die dag. Maar o die dag. Zoals je naar je verjaardag uitkijkt. Dat je uitkijkt naar de dag dat Jezus wederkomt. Want dan zullen al diegenen die christenen verdrukt hebben. Die zullen dan het oordeel ontvangen. En zij die vaak ondergelegen hebben vanwege hun christen zijn. Die zullen verheerlijkt worden. Dan zal openbaar komen wie Christus liefgekregen heeft. Dan zal openbaar komen wie bij hem hoort. En dan mogen we, wat de doopformulier ook zo heerlijk zegt in dat dankgebed. Dan mogen wij levend vanuit Christus, door de doop hem hebben leren kennen. Dan mogen we inderdaad zonder verschrikken, toch hè, zonder verschrikken
voor hem verschijnen. Om dat lam. Dat lam dat in het midden van de troon is. Wat al onze schuld op zich genomen heeft. Om dat lam eeuwig groot te maken. Als die dag komt. En die dag die komt. Als die dag komt. Mag u dan met vreugde uw heiland ontmoeten. Of heeft u nooit gebogen voor hem. Nooit geroepen tot hem. Dan is het een dag van verschrikken. Ach, die dag. Maar als je hem hebt leren kennen, dan mag je met vreugde uitzien om hem te ontmoeten en hem eeuwig groot te maken. Wat een dag zal dat wezen als de bruidegom de bruid mag ontmoeten. Amen. Zingen we daarvan met Psalm 7. Psalm 7. Daarvan vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. Daar zingen we over dat gericht. Maar ook vers 9. Ik zou het eeuwig wezen. Misschien een beetje apart taalgebruik. Maar ik zal die eeuwige God prijzen. Zijn recht de schuldige eer bewijzen en zingen. Het is allerhoogste lof met psalmen tot in dat hemelhof. Psalm 7 en daarvan vers 6 en ook vers 9. We mogen nu onze gaven geven. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer. En de derde is de maandelijkse extra collecte
die bestemd is ook voor het kerkbeheer. Bij de uitgang is er een bus bestemd voor het bijbeltaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiefiet. En de andere bus is voor het onderhoud van het interieur van de kerk. Al deze collecten van harte aanbevolen. We zullen elkaar danken en bidden. Wij komen opnieuw voor uw heilig aangezicht om u te danken voor deze dienst die we uit uw hand mochten ontvangen.
dat u met uw profetische woord in ons midden bent geweest. Dat u ons opgeroepen hebt en aangespoord hebt om u aan te roepen. Om te leven vanuit hem die het oordeel heeft gedragen. Zodat we mogen weten dat u ook een barmhartig God bent. Dat u niet zult doen aan onze zonden, ons niet vergelden zult aan onze ongerechtigheden. Maar dat zo hoog de hemel is boven de aarde, uw goede tierenheid geweldig is over degenen die u vrezen. Die klein geworden zijn voor u. Die zich verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Die geen been meer hebben om op te staan. Dat al hun geestelijke bodems heen gezakt zijn. En daar mogen vallen in uw armen. Mogen leven van uw genade. En dat is een rijk leven. Dat is een leven met uitzicht. Een leven met toekomst. Dan weten we dat we vanuit onszelf niet voor u kunnen bestaan. En dat het ook nog wel eens kan zijn, ach die dag. Hoe kom ik er doorheen? Wie ben ik? Maar toch ook, het is een dag om naar uit te zien. Om eenmaal zonder verschrikken voor hem te verschijnen. En dan te mogen delen in die eeuwige heerlijkheid. Heere, geef dat verlangen naar die dag er ook mag zijn. Wakker geroepen door uw Heilige Geest. Heere, we danken u voor datgene wat u gaf deze avond. En we bidden van u, geef ons met elkaar straks een goede bespreking, een goede ontmoeting. Dat we ook van hart tot hart met elkaar kunnen spreken. Ook de dingen eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen. En dat we zo een goede avond met elkaar mogen hebben. Zegen ons. Zegen ook al die Bijbelkringen die bezig zijn, ook met de profetieën van Joël en van Habakuk. Geef dat het ook tot inkeer mag brengen, dat het ook tot het roepen van uw naam mag brengen, en dat we door die profetische woorden van u geleerd worden wie we zelf zijn, maar ook wie u bent. Ontdekkend, maar ook bemoedigend. En daarom danken we u dat we mogen leven bij dat profetische woord. In die duistere wereld, ook in de duisternis van ons hart, schijnt het als een licht. En doet het ons ontwaken, opdat we wakker worden en u mogen dienen en u mogen liefhebben. Laat het daarvoor gebruikt mogen worden. Heer, gedenk ons als gemeente, u weet wat er allemaal aan zorgen kunnen zijn. Al diegenen die ziek zijn, die niet altijd bij name genoemd worden, maar wel verzorgd worden. En al die mantelzorgers die daaromheen staan, familieleden, maar ook anderen. Niet altijd gemakkelijk, wilt u bij hen zijn. Gedenk ook hen die zich eenzaam voelen. Ook al zitten ze hier in de kerk en zitten er heel veel mensen om hen heen. En dat ze misschien ook wel praten straks met anderen, maar toch ze nog zo alleen voelen. Geef dat we oog mogen hebben voor deze mensen. En nabij mogen zijn. En in hun eenzaamheid ook mogen opzoeken. Laten we een bewogen en een diaconaal hart voor hen mogen hebben. Heer, wilt u zijn met mensen die weten van rouw en verdriet. We denken aan Pieter en Anneke Verspuy, wanneer in zo'n korte tijd een moeder en ook dan nu een vader, een schoonvader, een opa is overleden. En waar deze week de begrafenis ook van zal zijn. Wat aangrijpend om in zo'n korte tijd bij de ouders kwijt te raken. Waar dan het gemis is van een ouderlijk huis en zo'n centraal punt waar men dan toch nog bij elkaar kwam. Heere God, wilt u deze week met de familie Verspuy zijn en alle die erbij horen. En geef dat ze mogen ervaren dat u troost biedt. Barmhartigheid verleent om de weg te kunnen vervolgen. Heer, wilt u zijn met
En die met name ook genoemd mogen worden. We denken aan hen die in Waardhoven verpleegd worden. De heer Van Drongelen en mevrouw Van Zanten. Maar ook in Pedaya, mevrouw Boer. Als de weg niet altijd gemakkelijk is, geef dat ze mogen ervaren, ook degenen die eromheen staan, dat u erbij bent. Dat u hen niet verlaat, dat u hen vasthoudt. Dat u zei met Arja Slagboom, als ze bezig is met haar kuren, wilt u dat ook zegenen? Dat het een goede uitwerking mag hebben? Ondersteunt u haar? We mogen u danken dat de heer Jan Kreuken een goede uitslag van de kuren mocht ontvangen die hij heeft ondergaan. Dankbaar mag hij zijn, samen met zijn vrouw, voor deze positieve berichten. Wees ook met hen. Wilt u zijn met Janneke van de Kruif, wanneer ze morgen weer een behandeling moet ondergaan. Laat die behandeling ook tot zegen mogen zijn voor haar lichaam. En wilt u bij haar en bij Jan en de kinderen zijn, ontfermt u zich over hen. En dat ze zich gedragen mogen weten door uw barmhartigheid. Wilt u zijn met mevrouw Benschop die in het ziekenhuis ligt. Geef haar stel, ook als het zo lang duurt. Wilt u geduld geven, verwachting van u. Wees met Joas verloop, wanneer hij die onderzoeken heeft ondergaan in Oosterhout. Geef dat het te zijner tijd ook iets uit mag komen, waar ook wat mee gedaan kan worden voor het verdere van zijn leven. Wilt u met hem en zijn ouders zijn. Heere God, wilt u zijn met uw kerk wereldwijd, ook uw kerk die vervolgd wordt en onderdrukt wordt in Noord-Korea en ook in andere landen. Gedenk uw eigen volk. En geef dat ook zij mogen komen tot de erkenning van de Messias die gekomen is, waar de profeten van gesproken hebben. En er zijn al zoveel Messias beleidende Joden. Geef dat zij ook hun eigen broeders en zusters naar het vlees mogen verwekken tot jaloersheid, opdat ze ook die Messias mogen kennen. En laat zo uw volk komen tot de erkenning van u, Heer Jezus Christus. Gedenk uw gemeente ook hier ter plaatse. Zegen ons als kerkraad wanneer we komende woensdag een vergadering hebben. Zegen ook de algemene kerkraad wanneer gisteren officieel de protestantse gemeente een feit is. Geef dat deze gemeente ook mag leven vanuit dat fundament wat ligt onder uw gemeente. En dat ze mogen leven uit hem, de koning van de kerk, onze Heer Jezus Christus. Zegen alle arbeid die dan ook verricht wordt. Wees met ons deze week verder ook. In de catechese, in het kringwerk, in het bezoekwerk. In de clubs die er zijn. In al die activiteiten die weer ontplooid worden. Zegen dat. Laat het mogen bijdragen tot het roepen tot u. Het kennen van u. Het verwachting hebben van u. En dat we mogen weten. Eén is er ook voor mij in het oordeel geweest. Zodat ik zonder huiver eenmaal voor hem mag verschijnen. Roep ons wakker en geef dat we u mogen kennen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Hoort u ons in de naam van uw Zoon, die zit aan uw rechterhand. En die altijd voor ons bidt, pleit op zijn volbrachte werk alleen. Hoe zouden we anders voor u kunnen bestaan, nu en op die grote dag der dagen. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we elkaar op Psalm 76. Psalm 76 en ook daarvan versen die gaan over het gericht, maar ook over dat we de lof op God mogen zingen. Psalm 76, 4 en 5.
gaat er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.